Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je de nieuwe voorjaarsproducten van Catrice laten zien. Deze video komt wat redelijk laat online, omdat de producten al wel in de winkel liggen. Maar ik had eerder nog geen plekje gevonden in de planning om deze video op te nemen. Maar ik ga je dus laten zien welke producten er nieuw zijn binnengekomen in het assortiment van Catrice. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga de producten niet swatchen in deze video, want ik wil hier nog een blogpost over schrijven. Mocht je nou denken, ik zou bijvoorbeeld wel een losse video over bepaalde producten willen zien, mag je dat altijd aangeven. Maar je zult ze ook nog wel een keer terug zien komen in mijn favoriete of veel productvideo's. Ik zal de prijzen van de producten even in beeld neerzetten. Ik zeg het ook bij elke video die ik over dit soort producten maak erbij. Catrice heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate, namelijk de eerste update is in februari met voorjaarsproducten, de tweede update in augustus met de najaarsproducten. Misschien denk je, dat weet ik wel een keer, maar eventueel voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal en nog nooit zo'n video hebben gezien, is het wel fijn om te weten. Dat gezegd hebbende, laten we gewoon gaan kijken naar de nieuwe producten van Catrice. Ik ga beginnen met een nieuwe mascara en dat is de Pure False Lash Mascara. En dat is deze. Dit is dus een paarse variant. Ze hadden al een roze en een blauwe variant en nu hebben ze een paarse variant. Hier zit dus Vegan Collagen in. Dit is de 010 Truly Black. En hij belooft eigenlijk een vals wimper effect. Dus je zou hier een soort van valse wimpers van kunnen krijgen. Hij is parfumvrij. Dat is wel fijn. Ik vind de verpakking gewoon ook heel erg mooi, want ook gewoon die dop vind ik heel luxe. Ik ben wel benieuwd. Laten we ook even naar het borsteltje gaan kijken. Het is een borsteltje waar ik zelf heel blij van word. Hij ziet er zo uit. Het is tenminste niet zo'n rubber borsteltje, maar hij heeft een beetje een, loopt een beetje klein, beetje rond af. Hij ziet er heel goed uit. Ja, ruikt gewoon eigenlijk puur naar mascara, maar zoals ik al zei, is dus parfumvrij. Dus ik ben wel heel benieuwd of deze bevalt. Ik heb de vorige twee ook geprobeerd, dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Dus dat is allereerst die. Dan heb ik een Holiday Skin Bronze & Glow Palette. Die ziet er zo uit. Dit is de 010 Out of Office. En dit is gewoon een paletje waarmee je dus kunt bronzen en highlighten. Heeft ook een heel erg mooi patroon gekregen, vind ik zelfs. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het idee dat hij wel maar in één kleur verkrijgbaar is. Volgens mij is hij alleen maar in deze tint verkrijgbaar. Dus ja, of hij dan voor iedere huidstint wat zou doen, vraag ik me af. De bronzer ziet er vrij licht uit. Ja, ik denk als je een wat donkerdere huid hebt, dat je hem misschien niet gaat zien. Maar de highlighter heeft wel een coole ondertoon als ik hem zo bekijk. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. Dus dat is dit paletje. Dan hebben we een nieuwe blush. Dit is de Cheek Lover Marbled Blush. Die ziet er zo uit. Dit is de 010 Delia Blossom. En het is een baked blush. En die heeft fijne shimer deeltjes, waardoor je dus een hele glimmende wang kunt creëren. Hij ziet er heel mooi uit. Ik heb al vaker van dit soort baked producten geprobeerd. Ze hebben hier ook een bronzer van gehad en ook een highlighter. Die bevielen heel goed. Dus de blush was ik ook erg benieuwd naar of die zou bevallen. Ook deze is gewoon in één kleur verkrijgbaar. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar, moet ik zeggen. Ik vind hem ook heel mooi, want hij heeft wat gouden details. En dat vind ik altijd wel heel erg mooi eruit zien. Dan heb ik ook een nieuwe poeder. En dit is de Invisible Matte Loose Powder. Deze is long lasting. Dit is dus zo'n losse poeder, waarmee je dus ook kunt baken. Deze heeft de naam 01 Universal. Die is er dus ook in één kleur. En als ik de deksel opendraai, dat vind ik dan wel een beetje jammer. Kijk, hier zit natuurlijk nu nog zo'n plaatje op. Er zitten gewoon kleine gaatjes in. En Catrice heeft ook een poeder in het assortiment en die heeft een draaidingetje. Waardoor je dus eigenlijk over de gaatjes, zeg maar, kun je een dekseltje draaien. En dat vond ik zelf heel fijn, want dat maakt zo'n poeder ook heel geschikt om mee te nemen. Maar deze heeft dat niet. Dat vind ik jammer dat ze dat niet hebben teruggebracht. Maar het is verder gewoon een witte poeder.
Dat kun je ook heel goed zien. Maar die wordt dus gewoon transparant op het gezicht. Dus er zijn altijd wel hele fijne producten om mee te baken. En hij is dus mat. Dus een matte finish. Dus dat is ook wel heel fijn. Dus ben ik ook wel heel benieuwd naar. Het is ook best wel een flinke pot als ik hem zo in handen heb. Dan heb ik de Smoother Plumping Primer Concentrate. Hier zit vegan collagen in. En die ziet er zo uit. Het is gewoon een primer die dus de fijne lijntjes zou opvullen. Ik ben daar altijd een beetje huiverig voor of dat hij dat echt doet. Maar ik heb ook wel ervaringen met primers die het wel echt doen. Maar niet alle primers doen het. Ik ben wel heel erg benieuwd. Het is gewoon een vrij klein tubetje. Hij is vrij van microplastic deeltjes, parabenen, mineralen olie en siliconen. Dus dat is natuurlijk altijd wel heel erg fijn. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze primer. Ja, of die doet wat die belooft. Maar dat gaan we gewoon merken als ik hem ga gebruiken. Daar kan ik nu natuurlijk nog geen mening over geven. Dan heb ik een heel klein nagellakje. En dit is de Artful Nail Polish Liner. En dat is deze. Ik heb hem in een roze kleur. Je had hem in 3 kleuren. Ik heb de roze gekozen. Deze heeft de naam 010 Pinky Promise. Oké, dit brengt me gelijk terug naar Moordvrouw. Die hadden op een gegeven moment iemand erin zitten die zei dat altijd Pinky Promise. Maar deze heeft dus een heel fijn kwastje waardoor je dus hele fijne lijntjes kunt zetten. Ik ga even proberen of ik hem in beeld kan brengen voor jullie. Kijk, heel fijn kwastje waardoor je dus vrij fijne lijntjes kunt zetten. En dat is altijd wel leuk voor als je een nail art wil doen. Dan is het altijd wel fijn als er zo'n fijn kwastje aan zit. Het is ook een vrij klein potje. Er zit maar 3 milliliter in. Maar ik vind hem wel heel schattig. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er wat meer mee bezig met nail art. Dus het lijkt me leuk om dat eens te gaan proberen. Dan heb ik de 2 lip boosters. Dit zijn de Plump It Up lip boosters. Hier zit menthol ook in. Waardoor die dus je lippen voller zou kunnen maken. Door het menthol effect. Het is een lipgloss. En hier zit dus een tinteling en koeling effect in. Ik heb hier allereerst de kleur 080 Overdosed on Confidence. En dat is dus een hele donkerroze kleur als je hem goed bekijkt. Ik vind hem wel heel mooi. Ik moet ze zo even opensnijden. Dan kan ik je ook eventjes het dingetje laten zien. Want Cartrice heeft tegenwoordig hier zeg maar een sticker zitten. Oh, en die moet je eventjes goed openmaken. Want als je hem gaat draaien dan wordt het voor mijn foto's niks meer. En ik heb dus hier de 050 Cool Vibrations. Good Vibration, sorry. Ik kan het bijna niet lezen, want het is niet heel goed geschreven. Je mag dit trouwens niet gebruiken op gevoelige en gehydrateerde lippen. Maar dat is dit kleurtje, ook een beetje een roze kleurtje. Maar ik vond hem wel leuk. Ik ga even de verpakking voor jullie openmaken, zodat ik ook eventjes het applicatortje kan bekijken. Want ik weet zelf ook nog niet hoe die eruit ziet en daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zo, hij is open. Oké, het is een vrij grote applicator zoals je kan zien. Het is wel een vlokapplicator, maar hij is best wel groot. Hij neemt dus eigenlijk alleen op het puntje van de applicator product op. Ik ruik inderdaad de menthol al. Ik ben wel heel benieuwd of er ook een beetje veel kleur van afkomt. Ik had niet verwacht dat er zo'n grote applicator op zou zitten. Maar ik ben wel benieuwd. Dus dat zijn deze 2 nieuwe lipglossjes. Deze had je in heel veel verschillende kleuren hoor. Dus ik heb gewoon 2 kleuren gekozen die mij aanspraken. Maar je hebt er dus heel veel verschillende kleuren van. Ik ga eventjes een beetje graaien. Dan heb ik ook weer een nieuwe face stick. Eigenlijk is het gewoon een blush stick. De Cheek Flirt Face Stick heet die. Je had deze in verschillende kleuren. Ik heb de 020 Techno Pink. Die sprak mij wel heel erg aan omdat hij een beetje een donkere kleur heeft. Het is dus gewoon een blush stick die je kunt aanbrengen. Nou zie ik dat deze... Kijk, het is gewoon zo'n stick die je kunt aanbrengen. Je kunt hem wat omhoog draaien en heeft hij een hele mooie roze kleur. Volgens mij had je ook nog een beetje een oranje tint, maar voor mij ging roze er dan nog meer naar uit.
naar mijn voorkeur. Er zit ook nog een QR-code bovenop, die zou je dan ook nog kunnen scannen. Ik weet niet precies wat er gebeurt als je dat doet, maar misschien dat je een filmpje krijgt te zien hoe ze het gebruiken. Maar dat durf ik je echt niet te zeggen, dat zou je kunnen proberen. Ik kan het eens proberen wat er gebeurt als ik dat doe natuurlijk. Kijk hoor. Oh, je wordt gewoon doorverwezen. Oké, net had ik hem. Zet hem eventjes neer. Je wordt doorverwezen naar de site van Cartrice. En kijk, oh, dat gebeurt er dus als je die QR-code scant. Je hebt hem trouwens in 3 kleuren, zie ik nu. Ik dacht 2, maar je hebt hem dus in 3 kleuren. Je hebt dus ook nog deze, dat is de oranje tint. En dan heb je ook nog een, ja, iets een lichtere tint. Maar ik vond de roze dus heel erg mooi. Dus dat is deze nieuwe blush stick. Heel benieuwd naar ook. Dan heb ik ook een... ja, eigenlijk is het gewoon een nieuwe foundation. En dit is de... Nude Drop Tinted Serum Foundation. Hier zit hyaluronic acid in en vitamine E. Dat is deze. Ik ga hem even schudden. Zodat je hem eventjes iets globaler ziet. Dat is deze nieuwe foundation. Ik ben zelf dol op de foundations van Cartrice. Ik vind ze heel erg fijn. Ik heb deze in de tint 001. En dat is de naam. Oeh, die zie ik zo niet staan. Ik zie niet de definitieve naam staan op het potje. Die zal ik wel eventjes in beeld neerzetten. Ik zie alleen dat ik de 0001 heb. Dat is de lichtste tint. Die ziet er zo uit. En die heeft dus, kijk, ook een pipetje. En dat heb ik wel vaker gezien bij foundations. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of dat deze dus ook een, ja, volledige dekking heeft. Omdat het eigenlijk een tinted serum foundation is, ben ik heel benieuwd hoe de dekking dus gaat zijn. Maar ik ben er wel heel erg benieuwd naar, omdat ik de foundations van Cartrice heel fijn vind. En ze hebben ook altijd mijn goede kleur. Want ik merkte dus bij andere merken dat ze niet altijd de kleur hebben die bij mij past. Maar deze is dus, ja, als ik hem in het potje zo zie, heel mooi, omdat hij dus heel licht is. Dus dat is die. Dan heb ik... 2 eye and cheek palettes. En dan heb ik allereerst het Blossom Glow palette. Die ziet er zo uit. Hier in dit palette krijg je 4 hoge gepigmenteerde matte en shimmer oogschaduwkleuren. En die is dus gecombineerd met een zachte blush en een highlighter. Op de achterkant staan ook de namen van de producten. En ik vond het wel heel erg leuk, want kijk... Dat zijn deze kleuren die hierin zitten. Er zit ook nog een spiegeltje in. Altijd fijn. Dus je hebt gewoon eigenlijk een ideaal paletje. Ook eventueel als je op vakantie wil of zo. Dit zijn wel echt wat gewaagdere tinten van de oogschaduw. Maar de blush en highlighter zien er prachtig uit. Maar ja, de oogschaduw ook. Dit zijn wel kleuren waar ik wat mee zou kunnen. Het moet wel je ding zijn. Dus ze hebben een roze variant. Maar ze hebben ook de Sun Glow variant. En die ziet er zo uit. Die is dus oranje. En die heeft dus ook weer wat andere tinten gekregen. Kijk, zoals je kan zien. Deze heeft dan... Moet ik even kijken. Want volgens mij heeft deze dan... Ja, zie. Deze heeft wel dan 4 hoge pigmenteerde matte en shimmer oogschaduwkleuren. Gecombineerd met een zachte blush. Maar deze heeft dan een bronzer erin zitten. En dat dacht ik al te zien. Kijk, dit zijn dan de oogschaduwkleurtjes. Nou, ook niet super licht, maar wel weer heel anders als de kleuren van net. Ook deze heeft een spiegeltje. Een wat donkerdere blush en ook wel een hele mooie bronzer, hoor, moet ik zeggen. Het is wel een bronzer waarvan ik denk, ja, die zou best wel goed bij mij passen. Maar ik zeg ook altijd, met blenden kom je al heel ver. Dus het ziet er wel heel mooi uit. Dus 2 hele mooie paletjes waar ik ook weer reuze benieuwd naar ben, naar deze. Oh, dan heb ik nog wat dingen in mijn zakje zitten. En dan heb ik hier een Stay Natural Brow Stick. Deze zou waterproof zijn. Ik heb hem in de kleur 030 Soft Dark Brown. Ja, het zou een hele zachte stick zijn voor een supernaturele look eigenlijk. Dit is de verpakking. Je had deze uiteraard in meerdere kleuren. Leuk ook die roze dot. Vind ik wel heel gezellig. En als je hem dan openmaakt, dan heb je inderdaad gewoon zo'n stick...
die je kunt aanbrengen op je wenkbrauwen. En daarna eigenlijk gewoon kunt, ja, ook nog weer meer kunt verdelen met je spoelie. Maar ik vind hem wel heel mooi. Ik ben heel benieuwd. Ik kies altijd wel voor de wat donkerdere sticks, omdat mijn wenkbrauwen vrij donker zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar deze wenkbrauwstick. Dan heb ik ook weer twee nieuwe lipsticks gekocht. En dit zijn de Scandalicious Matte Lipsticks. Ik heb deze in de kleuren, even kijken hoor, 090 Blame the Night. En de 070 Go Bold or Go Home. En de verpakkingen die zijn dus allebei gewoon hetzelfde. Dat maakt het een beetje lastig. Op de onderkant zitten wel de kleurtjes afgebeeld. Dus daardoor zou je ze bijvoorbeeld ook omgekeerd in je stash kunnen zetten. Zodat je weet wat je pakt. Maar het zijn dus gewoon matte lipsticks. Ik ben heel benieuwd. Kijk, ze hebben wel een heel erg leuk patroontje. Vind ik zelf. Kijk, want als je hem ronddraait, ja, zie je een heel erg leuk patroon tevoorschijn komen. Ik zal eventjes, dit is dus de kleur 070. Heel mooi kleurtje vond ik dit wel. Hij sprak mij direct aan. We hebben niet echt een geur als ik het zo ruik. En dan ga ik nu eventjes de 090 laten zien. Dan moet ik hem nu wel weer eventjes goed opdoen, want anders gaat het niet echt lekker. Kijk, en dit is dan een rode kleur. Ja, en rood en ik zijn een hele goede combinatie. Maar het ziet er ook inderdaad al heel mat uit. Maar ik vind dat patroon wel super leuk. Maar het ziet er inderdaad echt uit als een matte lipstick. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze twee. Maar verder dus, de verpakking is niet heel bijzonder. Want dit heb ik wel vaker gezien bij Catrice, dit soort verpakkingen. Ik ga even kijken hoor, want ik ben er bijna doorheen. Het volgende product wat ik heb is namelijk de 18 Hour HD Matte Powder Foundation. En hier zit SPF 15 in. Dat is deze. Deze was in verschillende tinten verkrijgbaar. Ik heb de 001C. En deze zou een matte skin geven en een finish tot 18 uur. Het is een lichtgewicht product. En hij heeft een opbouwbare medium dekking. Maar ook wel een hoge dekking, zeg maar. Zo ziet hij er dus uit. Als je het doosje opent, heb je hier de poeder, zoals je kan zien. Dan kun je deze op de een of andere manier... Kijk, je kunt hem omhoog doen. En dan heb je hier een spiegeltje die je kunt gebruiken. En er zit dus ook een sponsje in. Dat is wel heel leuk. Daarom is het doosje ook zo dik. Maar het leek mij wel een hele fijne poeder. Want ik ben echt dol op de poeders van Catrice. En deze zag er wel heel bijzonder uit. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Hij ziet er voor mijn gevoel echt heel goed uit. Dus ik ben benieuwd wat die gaat doen. Dan heb ik nog twee lipproducten van Catrice. En dit zijn de Intense Matte Lip Pennen. Ik heb ze in twee kleuren. Ik heb de 030 Tink Pink. Dat is deze. Ze zijn verder helemaal hetzelfde, de verpakking. Alleen de achterkant heeft dan een kleurtje van de pen, zeg maar. En ik heb de kleur 050 Get Ready. En dat is ook weer een rode kleur, want ja, daar hou ik van. Dus dat zijn deze. Ik ga even de pennen ook laten zien, als ik ze open krijg. Oh ja, ik heb hem. Kijk, het is gewoon een potlood. Je moet hem zelf bijslijpen. Je kunt hem dus bijvoorbeeld gebruiken om je lippen te omlijnen. Maar je kunt ook je lippen er volledig mee inkleuren. En daar ben ik zelf wel heel erg benieuwd naar. Want op zich zijn dit soort producten hartstikke leuk. En ja, ik vond het wel leuk. En er staat ook nog dat het van FSC is. En dat heeft altijd met hout te maken. En dat zal betekenen dat dit dan dat hout is. En dit is dan de roze variant. Heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat dit voor de lippen gaat doen. Het laatste product wat ik dan heb, dat is een oogschaduwpalette. En dat is het Pro Slim Eyeshadow Palette in de kleur Blushing Ocean. En dat is deze. Ik heb al meerdere paletten hiervan geprobeerd. En ik ben eigenlijk altijd heel erg onder de indruk hiervan. Hij heeft de naam 010 Mesmerizing Moments gekregen. Het is dus een palette met 14
geselecteerde kleuren met een hoge pigmentatie die makkelijk te blenden zouden zijn met trendy kleuren. Ze zijn ook met zorg uitgezocht. Spiegeltje erin. Dit zijn dan de kleuren. De namen staan er ook onder. Ja, ik vind het zelf wel hele leuke kleuren. Er zitten ook hier en daar wat leuke reliefjes in. Zoals hier zie je dat bijvoorbeeld. En hier. Er zitten ook wat schijmerkleuren in. Dus ja, ik vind het hele fijne oogschaduwpalettes. En ik ben altijd wel heel erg benieuwd. En naar deze dus ook. Ik heb ze tot nu toe allemaal. En ik moet zeggen, ja, ik vind ze gewoon heel fijn. Ik vind het gewoon hele fijne paletten. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Dus ja, ook deze zag er heel aantrekkelijk uit. Dus ja, nogmaals, ik ben er heel benieuwd naar. Dan zijn dit de nieuwe producten van Catrice die ik heb gekocht van het nieuwe assortiment. Er waren nog wel meer producten, maar het ene product spreek je gewoon meer aan dan het ander. Ik was naar deze producten in ieder geval heel erg benieuwd, dus deze heb ik gekocht. En ja, ik ben benieuwd of ze gaan bevallen. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al een van deze producten misschien al wel hebt gekocht en hebt geprobeerd, aangezien ze al eventjes in de winkel liggen. En dan ben ik ook wel benieuwd of zo'n product jou beviel. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt, oh, voor dat product zou ik toch wel graag naar de winkel willen gaan. Ik ben in ieder geval heel erg blij met de nieuwe producten. En heb heel veel zin om deze te gaan proberen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!